Vandaag doe ik de 10 minuten make-up challenge. Dit houdt in dat ik binnen 10 minuten full glam make-up moet aanbrengen. Ik begin eerst met de verzorgende serum. Omdat dit een avondlook is, kies ik ervoor om de Advanced Night Repair Serum van Estée Lauder aan te brengen. Dan gebruik ik een van de nieuwste palettes van Morphe, namelijk de 3503 palette. Omdat ik maar 10 minuten heb en wel full glam wil gaan, gebruik ik meteen donkere kleuren over mijn bewegend ooglid. Normaal zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om dit van licht naar donker op te bouwen. Maar één kleur kan dus ook prima. Voor een extra touch en een opvallende look gebruik ik de knalroze kleur op een deel van mijn bewegend ooglid. Dit breng ik ook aan onder mijn waterlijn. Om het nog net iets meer te laten knallen, breng ik ook een glittertje aan op mijn bewegend ooglid. Dan door naar de wenkbrauwen. Hiervoor gebruik ik van Too Faced hun Superfine Brow Detailer. Dan gaan we door naar de concealer. Hiervoor gebruik ik de Bare Minerals Liquid Mineral Concealer. Voor foundation gebruik ik de Chanel Le Teint Ultra Foundation. Deze is mat en dus perfect voor een avondje uit. Omdat de tijd tikt, gebruik ik de NYX Lingerie XXL in de kleur Knockout. Voor zowel mijn lippen als in vorm van een blush. Binnen de 10 minuten gered. Full glam in 10 minuten is dus zeker niet onmogelijk.